bij ons Daan Vekemans. Jouw debuut gemaakt vanavond tegen Beerschot. Hoe is dat meegevallen? Klopt. Ik ben zeer tevreden over mijn debuut vandaag. Ik heb alle minuten die ik gekregen heb 100% gegeven en zo. Dus. En ik vind dat de ploeg ook mooi teruggekomen is tot 1-1. Je had nog de kans of je gaf nog een leuke voorzet om dat jouw maat 2-1 zou scoren, maar dat is net niet gelukt. Hè? Ja, inderdaad, dat was een mooie aanval. Spijtig genoeg. Dat was wel de kers op de taart geweest. Ja. Dit moet toch naar meer smaken, hè? Ja, zeker wel. Ik hoop mijn kansen nog te krijgen in play-off 2. En ja, het ziet er goed uit voor mij. Zeg eens Daan, je bent 17, je wordt volgende week 18. Ben je een man uit het Leuvense? Ja, ik zit al denk 10 jaar nu ongeveer in Oud-Everle en ik ben er zeer content. De laatste jaren heb ik veel progressie gemaakt. En bij belofte, ik vind dat ze zeer professioneel trainen. Soms meer in de week, 2 keer per dag. En zo, dus ja, ik vind, ben zeer tevreden hier. Ga je ondertussen ook nog naar school? Ik zit op school in Heiligaard-Heverlee. Ik doe wiskunde wetenschappen. Dus wel soms moeilijk te combineren, maar ja, voorlopig is alles onder controle. Zeg, ze gaan maandag een rol verschieten in het Heiligaard in Heverlee. Ja, inderdaad. Ja, sommige leerkrachten kunnen er niet zo goed mee om, maar de meesten zijn wel een beetje fier. Ze zullen fier zijn op jouw maandag, ik ben er zeker van. Ja, dankjewel.